Welkom bij Vlogmas! Helaas, de laatste video. Helaas wel. Ja, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Wat vond je het leukste? De weggeefacties. Ik wou stiekem ook als afleden hoor. Ja? Maar dat mag niet, hè? Nee, helaas. Ik ben heel benieuwd welke video's jullie, of video, jullie het leukste vonden. Laat dat vooral even hieronder in de comments achter. We hebben de actie voor het goede paardendoel even uitgebreid, omdat een aantal bedrijven niet zo snel de spullen hier konden krijgen. Dus wij gaan in de kerstvakantie naar het goede paardendoel toe. Tot die tijd kun je dus, tot ongeveer 1 januari, kun je nog insturen welk goede paardendoel de spullen moet krijgen. Dat kan naar postbus 2024-3140 Bernard Anton in Maasluis. En zet er dan even goede paardendoel bij. Dat is wel zo makkelijk. Ja, ja, ik vond het een hele leuke vlog was. Ja. Het is ook wel een soort jammer dat het voorbij is. Ja, eigenlijk wel ja. Vergeet vooral niet ook even naar Kinderkanaal te kijken. Want die heeft ook nog een aantal leuke acties staan. Onze acties lopen ook nog even door natuurlijk. Want Tessa heeft gisteren een hele gave weggegeven van... Applejack. En donderdag heb je een weggeefactie gedaan van... De Magnesium Middels. En dan zou je zelfs misschien, als je op hetzelfde niveau rijdt als Tessa, zou je zelfs misschien heel misschien bij Tessa in de les kunnen. Dus die twee acties die lopen nog. Daar kan je nog steeds een kaartje voor insturen. Kan naar hetzelfde postbusadres. Ja. En ja, ik vond het echt heel super leuk om te doen. Volgend jaar gaan we denk ik maar weer vlogmas doen. Denk het wel. Ja, denk het ook. Maar dat weet ik nog niet zeker. Want je weet nooit wat er gebeurt in een jaar. De kerstvakantie begint. En om de kerstvakantie goed te beginnen, hebben we nog een klein cadeautje voor jullie. Namelijk, ja dat weet jij ook nog niet. We hebben nog twee video's. Eerste en tweede kerstdag namelijk. En dat is de video van de fotoshoot van kerst van jou. Okay. Die vond je wel spannend, weet je nog? Heel spannend. En we hebben ook nog de video van jouw eerste FNRS-proefje met kerst. En toen was je in kerstoutfit. Die is dus leuk. Dus die twee video's krijgen jullie met kerst. Ja. En krijgen jullie woensdag krijgen jullie ook nog een video. Ja. En dan is dat je FNRS-proefje met jou. En daarna gaan de gewone video's gewoon weer van start. Deze drie video's komen extra. Gewoon omdat het kerst is en we toch nog iets weg willen geven. Ja. En dan vanaf zaterdag komt gewoon weer de weekvlog en zondag gewoon weer de gewone video's. En daar komt van alles in voorbij. Wat er ook gaat gebeuren is dat we in 2018 een hele hoop leuke projecten hebben staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich allemaal uit gaat pakken. Ja. We gaan een samenwerking aan met Vereniging Eigen Paard. Daar gaan we jullie nog heel veel meer over vertellen. Dus dat vinden we heel erg leuk om te doen. Die hebben ook in Vlogmas een weggeefactie gedaan. Dus dat was super gaaf, het boek. Paard en taal. We hebben van Bucos inmiddels 5 dekens binnengekregen. Dus dat is ook heel erg leuk. En van Meneesje Middelhof hebben we spullen gekregen. Schabrakjes en nog andere spullen. Mr. Ed dekens en nog andere spullen. En de Montarcheck, die gaat dus naar de mensen die zelf paardenspullen ingestuurd hebben naar ons toe. Ja. Dus je hebt nog tot 1 januari om je paardenkast uit te mesten en alles wat nog bruikbaar, heel en schoon is. Want we hebben ook wel spulletjes gekregen die niet zo heel schoon of bruikbaar meer waren. Nee. Maar alle spullen die heel schoon en bruikbaar zijn, die kun je nog naar ons opsturen. En maak je dus kans op de check van €250 van Montar. Dus ik zou toch nog even kijken of je nog wat hebt liggen. En even naar ons opsturen. Ja. Wij wensen jullie natuurlijk een hele fijne, gezellige, warme en knusse kerst. Ja. Wij gaan eventjes ertussenuit. We gaan vrij nemen een paar dagen. Ja. En even andere dingetjes doen. En dan zien we jullie heel graag nog in de kerstvakantie. Ja. En dan wel in de weekvlog. Ja, ik krijg natuurlijk wel die andere video's nog. Maar in de weekvlog van volgende week zaterdag. Ja. Ja. Dus dan mag jij afsluiten. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Tot de volgende keer. Doei!